Bart Meijers, ja, je Eredivisie debuut denk ik, hè? Ja, klopt. Ik heb er lang op moeten wachten. Ik had wel iets anders gehoopt dan deze wedstrijd vanavond. Heerst een klote gevoel bij mij omdat we gewoon verloren hebben. We staan met lege handen en bij voetbal draait het natuurlijk allemaal om het punt en die hebben we niet vanavond. Nee, ja, want de wedstrijd die viel uiteindelijk naar back toe. Maar ik denk dat jullie in de eerste helft zeker de betere kans hebben gehad. Klopt, in de eerste helft hebben we aardig wat kansjes gehad. Ik moet zeggen, tweede helft vind ik ook dat we een paar goede kansen hebben gehad. Ja, en als we die niet maken, ja, dan wordt het alleen maar moeilijker voor ons. En hoe langer wij dan niet scoren, hoe beter gevoelens krijgen. En dan dat we in de 2-0 maken, ja, toen was het eigenlijk wel klaar. En toen Maria aan zijn enkel geblesseerd volgens mij, maar toen hij dus uitviel, had je dan ook gelijk het idee, ik kom erin. Want er zijn ook andere opties, verschuren, terugschuiven, match naar achter. Klopt, hij liet James en mij liet hij warm lopen, dat klopt. En dat hij voor mij kiest, ja, dat zie ik als een beloning. Alleen, ja, we hebben het als team vandaag gewoon niet waargemaakt. En we staan gewoon, ja, zoals ik net zei, met lege handen en dat moet gewoon beter. Ja, want wat zijn dan, denk jij, volgens jou de essentiële punten die nou nog missen? Ja, het scoren. We moeten gewoon als we die bal gewoon binnenschieten in de eerste helft, dan kom je zelfs nog op 1-0 voorsprong. Maar buiten dat, ja, op een gegeven moment had ik het gevoel dat wij niet meer durfden te voetballen. En we kregen zelf ook geen grip op het middenveld van PEC. Er stonden wat hele behendige jongens tussen. Daar kregen wij geen grip op. Dat is ook coaching van achteruit van mij die ik op me moet nemen. Dat heb ik vandaag ook niet voldoende gedaan. Dus daar kan ik mezelf ook aanrekenen. Maar als je kijkt naar de laatste drie wedstrijden, ADO, Roda en nou PEC dan. Ik denk dat het een hele andere wedstrijd wordt als je een keertje vanuit een voorsprong kan gaan voetballen. Ja, zeker. Dan heb je ook een lekker gevoel natuurlijk. Dat klopt precies wat je zegt. Dan sta je zelf een keer op voorsprong en dan, ja, dan moet je wel. Maar als je op achterstand staat, dan moet je echt, zeg maar. Dat is het verschil. En als je ook 1-0 voor staat, dan gaat tegenstander meer komen, waardoor er meer ruimte komt in hun rug. En dan is het wel een makkelijke voetbal. Ja, dat klopt. Ja, het verhaal is natuurlijk altijd wel, de ene man's dood is de andere man's brood. Marie, ja, misschien, het zag er niet goed uit. Het kan zijn dat je in de kijker kan gaan spelen de komende weken. Precies, ja, weet je, persoonlijk voor Marie hoop ik natuurlijk niet dat het slecht is voor hem. Maar ja, precies wat je zegt, de een zijn dood is de ander zijn brood. Als vorig jaar precies hetzelfde met Shane O'Neill. En ik ga gewoon er alles aan doen als ik mag spelen volgende week, dat ik er niet meer uit ga. En hoe is het met Schoudertje? Schoudertje is helemaal goed. Zit helemaal vast en kan er niet meer uit als het goed is. Top. Dankjewel. En succes. Ja, het komt goed. Ja.